wat ik met hiphop heb is, ik ben zelf muzikant, artiest en schrijver. En ik doe heel veel aan jongerenwerk met de voorliefde voor muziek, dus voornamelijk hiphop. En met schaken, het is een denksport die ik jong heb beoefend, waar ik heel veel van heb geleerd. En die ik nu graag ook uitdraag in combinatie met hiphop. En waarom past het goed bij elkaar, vind jij? Ik denk omdat het dezelfde facetten heeft. Creatief zijn binnen muziek en hiphop is ook belangrijk binnen het schaken. En die stimulans komt denk ik van dezelfde competentie. Wat vind je van de combinatie schaken en hiphop? Er is bijna niks beter, zou ik zeggen. Ja, ik hou van hiphop en ik hou ook van schaken gewoon tussendoor. Ik moest het wel snel doen, want ik heb pauze van werk, maar ik vond het wel heel leuk. Ik wil het wel vaker zien eigenlijk. Doe ik zelf ook thuis wanneer ik online aan het schaken ben met oortjes in. Maar ik denk dat het bij een schaaktoernooi niet echt geapprecieerd wordt of zo. En dan is het echt doodstil. Maar als het een beetje recreatief is, ik vind het wel lachen. Nou, we hebben een eerste editie gehad met Stuk voor Stuk en dat was een samenwerking met de bibliotheek. En wat ik toen gaaf vond is dat heel veel jongeren tegenover mensen zitten die ze alledaags niet zouden spreken. En dat heb je hier vandaag ook. En die samenkomst is geweldig. Ja, ik vind het echt een hele toffe combinatie dat echt die twee werelden bij elkaar komen. Dus dat is ook echt superleuk. Je ziet hier ook echt allemaal verschillende mensen vanuit verschillende hoeken van de samenleving en dat maakt het echt super vet. Het is gewoon classy, man. En dat past ook bij hiphop, snap je? Het rauwe en het ruwe, maar ook classy tegelijk. Dat gewoon.